Heb je een idee waar in Kiev je bent? Nee, ik heb geen idee. Kiev? Ja? Daar zat ik in Kiev. Je zit niet in Kiev? Waar zitten jullie dan? Wat? Het is toch ongelooflijk? Oké, even. Zij zitten dus in Kazachstan. De kans is groot dat die andere teams in deze hele regio in andere plaatsen zitten. En Jan en ik kijken elkaar aan. Hè? Maar die anderen zitten helemaal niet in Kiev. En we stonden echt helemaal perplex. Meteen hadden we ook in de gaten, oh, maar als zij in Kazachstan zitten, waar zitten die anderen dan? Wij zitten in Kiev in de ruïne. Oké, now we're talking. Maar iedereen zit dus ergens anders in Rusland. In Rusland? Of overal? Nee, in Kazachstan zit iemand. We zitten gewoon... Wij zitten in Rusland. Wij zitten in Rusland. Al vandaar dit. En iedereen zit dus ergens anders. What the fuck? Wij zitten in Moskou. Oh, what the fuck? Waar zitten jullie? Nee, dat is niet waar. Fantastisch. Hoe dan zijn er dan dus nu in elk ander land... Is een team bezig om een kluis te vinden? Laten we eerst even duidelijkheid krijgen. Er zit één team in Kiev, er zit één team in... Kazachstan? Nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Jullie zitten in Kazachstan. Jeetje. Wij zitten in Kazachstan, jullie zitten in Azerbeidzjan? Ja. Oh... Okay. Dat is niet nog wat, dat gewoon iedereen in een ander land zit. Dat is echt een spectaculair begin. Wij zitten dus in Almaty, zij zitten in Kiev. Fucking real. Wat ver. Wat dat betreft had je me nu al gewoon van, nou, dit was Wie is de Mol, ik moet naar huis, vervelend, maar dit was al fantastisch.